Goedemiddag allemaal, welkom op de persconferentie op de vooruitblik op de wedstrijd van PSV in Venlo tegen VVV. Voor het eerst live op YouTube van PSV, dus heren verslaggevers, zorg dat je scherp bent en de vragen juist formuleert. Wie mag als eerst het woord geven? Ja, en is het om maar met het belangrijkste denk te beginnen. Wie gaat het keeper tegen VVV? De opstelling wordt officieel morgen bekendgemaakt, dus eerst aan de spelers en daarna aan jullie. Dus je zult nog een dag moeten wachten. Je hebt er zelf wel een beslissing over genomen? Nou goed, in mijn gedachten heb ik natuurlijk een keuze gemaakt, maar het gaat erom dat de spelers het morgen eerst van mij horen en dan pas van jullie. Oké, waarom wacht je er zo lang mee om het dan pas kenbaar te maken? Nee, omdat de afspraak is van voor de winterstop. Okay. Voor de wedstrijd wordt de opstelling bekendgemaakt. Eerst aan de spelers en dan aan de buitenwereld. Ja. Wat zijn jouw gedachten bij het vertrek van Jeroen Zoet naar Utrecht? Nee, ik heb met Jeroen na de trainingskamp gesproken. We hebben besproken wat ongeveer de plannen waren, uitgelegd wat de bedoeling was. Hij kwam zelf met de toekomst naar het EK toe. Daar had hij ook eigen ideeën over. Ik zeg, mocht er een club zijn, dan ga ik daar aan meewerken voor jou. Maar graag dat je hier blijft. Maar goed, zeker naar Jeroen toe heeft hij daar de vrije keuze gehad. Ja, maar jij zegt dus aan de hand, hij gaf aan in een interview met de NOS, geloof ik. Ja, ik wist hoe het zat bij PSV, maar jij geeft eigenlijk aan van, er was nog geen knoop doorgehakt. Ja, kijk, pas officieel is morgen de opstelling bekend. Dan is het zeker. En zo moet je dat zien. Okay. Spelers maken altijd eigen conclusies. Daar heb ik zelf voetbal ook gedaan, dus dat is ook geen probleem. Ja. De spitspositie. Ik zag net Sam Lammers op de training, zag er goed uit. Zou hij kunnen spelen tegen VVV? Ja, theoretisch altijd. De vraag is of dat wijsheid is vanuit de medische hoek. Mm-hmm. Nou goed, je hebt hem ook zien trainen. Hij traint goed. Hij oogt alsof hij al maanden fit is. Dus theoretisch zou het kunnen. Maar daarom moeten we even de check hebben met de medische staf. Bergwijn, helemaal goed? Ja, tot nu toe zijn de trainingen goed gegaan. Kijk, belangrijk is natuurlijk morgen hoe fit iedereen is. En dan wordt alles definitief. Oké. Yes. Dankjewel, we gaan door naar Maarten Wijfels. Ja. Nee, Ernest. Even over, vind jij, we zien jou hier trainen en ook in het trainingskamp natuurlijk. Is jouw groep niet een beetje te groot? Om iedereen voldoende perspectief te kunnen geven in zo'n tweede seizoen zelf, waarin je alleen eigenlijk competitie speelt en misschien een paar bekerwedstrijden. Nou ja, goed, voor het trainingsaantal is die niet te groot. Alleen ja, er zullen ook mensen daar teleurgesteld zijn. Nou ja, dat hoort er ook bij. Iedereen is hier professional en wordt volgens mij toch goed beloond. En zullen vooral de mensen die teleurgesteld zijn daar als een professional mee om moeten gaan. Maar goed, je weet ook, zondag gaat het allemaal weer los en gaat de druk erop staan. Dus je hebt ook wel je manschappen aantallen wel nodig. Voor mij is het belangrijk dat ze vooral elkaars concurrent zijn in de training. Dus daar mag iedereen wel laten zien dat hij in de basis hoort. Dat vind ik niet zo erg. Daar hoort ook teleurstelling bij. Maar teleurstelling moet niet verzanden in maar gewoon een beetje bijlopen. Ja, daar kan ik niet gebruiken. Ja. En toen jij net begon, die eerste week, toen stelden wij ook de vraag van God, zou met spelersmateriaal wat je hebt, zou ook een opstelling vol met twee spitsen een keer een optie zijn? Toen zei je, ja, daar hebben wij wel de spelers voor. In hoeverre zit dat nog in je hoofd of heb je daar weer andere inzichten in gekregen na twee, drie weken trainen? Nee, vooral nu borduren we verder op de goede dingen van voor de winterstop. En daar zal een variatie op komen soms, naar gelang mensen die je hebt of de wedstrijd daarom vraagt. Goed, we verdedigen ook soms met twee spitsen. Ja. Maar dan spelen we wel aanvallend met drie spitsen, maar dat zal ook wel zo blijven. Ja. En nog één vraag over de adviseur Guus Hiddink is ook begonnen. We zagen hem bij de training ook. Kun je eens iets noemen waar hij in zo'n eerste week jou in helpt? Iets concreets misschien? Nou, hij ziet ook natuurlijk de jongens bewegen hier op de hertgang, hoe ze samenwerken, hoe ze communiceren. Kijk, als ze een trainer zijn, dan ik laat toch veel mijn assistenten over. Ik kijk ook naar mijn spelers, vooral naar gedrag. Hè. Ik ben toch een beetje gedrag aan het beïnvloeden.
En dat zijn ervaringen, deelt hij van, ja, dit is wat hij ziet, dit is wat hij voelt. En je spreekt af en toe met spelers. Om daarin, ik vind hem heel erg goed in, zeg maar, verschillende culturen laten samenwerken. Daar heeft hij ook heel veel ervaring in. Nou, wij hebben ook verschillende culturen, hij spreekt alle talen. En daarin deelt hij met ons zijn bevindingen. We gaan door naar Rick Elfrink, Eindhoven's Dagblad. Rick. Ja, Ernest, de keepers kwestie, dat heeft dan toch nog weer wat nagegalmd in de winterstop, lijkt het. Dat is toch een vervelende zaak, lijkt me. Voor jou wel, voor mij niet. Nee, want bij PSV intern is dat een minder groot thema geweest dan naar buiten is gekomen, vind jij? Ja, ik had 3 goede keepers, nu heb ik er nog 2, Rick. Ik sta dan misschien wat anders in. Ze mogen mij allemaal blijven, ze mogen mij allemaal keepen, maar ik kan er maar 1 opstellen. Dan zullen er altijd andere teleurgesteld zijn, als ze dan ook andere keuzes in maken, dan is dat ook goed. Ja. Schoen heeft daar een verstandige keuze in gemaakt om meer garantie te krijgen dat hij elke week speelt. Nou, dat is toch prima. Ik vind het een verstandige keuze. Nou, ik heb een keeper minder en morgen moet ik de opstelling definitief maken. Dan zal er nog een keeper teleurgesteld zijn. Maar ja, we zijn ook allemaal professional en denken we vooral daarmee om moeten gaan. Ja, was het niet beter geweest om die keeperskeuze misschien al eerder bekend te maken? Om dan zeg maar, bij de buitenwereld speculatie wat weg te nemen of vind je dat onzin? Onzin niet, maar mijn keuze is deze geweest. Maar zo heb ik het altijd gedaan, dus ik denk niet dat... Kijk, je kunt van alles toezeggen of niet toezeggen. Garanties kun je niemand geven. En ik kan wel zeggen, ja, voor de vakantie, Rick, jij bent mijn eerste keus. En dan raak je geblesseerd. En dan raak ik de volgende geblesseerd. En wat dan? Ja, je wil misschien je opties zo lang mogelijk openhouden, maar aan de andere kant, ja, duidelijkheid kan misschien ook een bepaald anker zijn voor mensen. Maar ja, misschien hebben ze die ook wel. Je komt een nieuwe trainer, of een andere trainer, ik ken ze natuurlijk wel. En dan wil ik iedereen de ruimte geven om zich te presenteren. Ik heb daar een aantal principes aan gekoppeld. Dan heb ik een goed beeld gekregen van hoe iedereen met elkaar functioneert. Ja. Ja. Nee, moeilijker is het niet. Nog één dingetje. Ja, Iatare, daar is ook al in de winterstop een keer over gesproken. Nummer 10 kan aan de rechterkant. Zie je dat zitten, dat hij en Doan zeg maar, dan misschien wat afwisselen in het elftal? Doan aan de rechterkant, hij als nummer 10. Is dat een optie of hoe zie jij dat? Voor de komende wedstrijd? Of? Ja, voor de komende wedstrijd bijvoorbeeld. Ja, goed. We hebben meerdere opties met dat soort spelers. Dus Mo... doet heel veel op intuïtie, dus waar hij hem ook neerzet, gaat hij toch wat op zoek naar zijn eigen ideeën. Het is eigenlijk meer belangrijk dat mensen die omheen begrijpen hoe dat zij soms dingen op moeten knappen, in moeten vullen voor zijn ingevingen. Ja. Een super creatieve speler die, als je aan de bal als heel veel mensen aantrekt, dat betekent dat er ook heel veel mensen van ons vrijkomen. Nou, maar het is belangrijk dat juist mensen die dan vrijkomen daar gebruik van maken. Dat kan Domo zijn, maar we hebben er meerdere die dat kunnen. En of Mono rechts speelt, midden of links, dat maakt niet zo uit. Die doet toch daarin zijn eigen intuïtie volgen. Ja. Laatste dingetje nog, ja, voor jouzelf. Je bent nu dan trainer van PSV. Je wilde het al eerder ooit worden. De aanleiding was nu natuurlijk niet prettig, dat is duidelijk. Wat voor gevoel heb je er nu bij? Voelt het anders dan 6 jaar geleden? Omdat het nu toch een hele lange periode toch wel gaat duren, 4-5 maanden. Nee, voor mij voelt dat ik hier, ik laat nu een academie daar, waar ik een bewust een carrière switch in heb gemaakt. Vooral voor de lange termijn en daar sta ik nog steeds in. Ik doe het om mijn PSV te helpen, tot het einde van het seizoen en zij een opvolger hebben gehad. En dan ga ik graag weer terug naar de academie, want ik heb een bewuste keuze gemaakt voor de lange termijn voor deze club. De hoofdtrainer is toch meestal op korte termijn. Nou, ik ben denk ik waardevoller voor deze club op lange termijn. En we zijn met iets moois bezig bij de academie, waarin je een bepaalde cultuur kunt creëren. Waardoor we denk ik de situatie waar ik nu in zit niet meer hoeven mee te maken. Omdat je dan generaties anders kunt laten afleveren bij het eerste. Dankjewel Rick. Job Willemsen, Omroep-Brabant. Ja, Ernest, nog even terug naar Qatar en eigenlijk ook de afgelopen week. Waar heb jij je echt op gericht? Is dat meer op je eigen stempel op het team drukken? Of zijn dat simpele dingen als de positiviteit terugkrijgen?
Nee, vooral niet mijn eigen stempel. Het was meer dat spelers met elkaar moeten samen, zij moeten het doen. Ik ben alleen maar een hulpmiddel om hun te laten presteren. En de nadruk was er vooral fysiek in orde zijn. En is daar progressie geboekt, naar jouw mening? Ik ga altijd ja zeggen natuurlijk. Ik kan niet zeggen, ze kunnen er niks van. Ik kan wel alles antwoorden nu. Als wij zondag winnen, dan is het allemaal gewerkt. En verlies je, dan is het niks. Ja, dan de rest van dit seizoen. Hoe moeilijk is het om je in eerste instantie op die tweede plek te focussen, wat niet echt een tastbare prijs is? Is dat lastig voor jullie? Nee, we zijn allemaal professional en wij moeten vooral van wedstrijd tot wedstrijd eerst maar zorgen dat we zondag winnen. In die fase zitten wij nog. Hier laten zien aan iedereen dat je door goed samenwerken ook goede wedstrijden kunt winnen. Nou, dan hebben we donderdag weer de beker, dus dan is het de volgende uitdaging. En vooral moeten wij van stap tot stap gaan werken. En dan weet je, voor je het weet is het einde van het seizoen alweer. En dan moeten we kijken hoe ver we zijn gekomen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel Job. We gaan door naar Robin Jongmans van Dagblad de Telegraaf. Ja, Ernest, mocht Rodriguez nou niet komen, hè? Is er dan iemand anders nodig op linksback? Want je ziet volgens mij Boskagli meer als centrale ook. Zadelijk als middenvelder. Hoe sta jij daarin? Nou, het is dus wenselijk dat je een echte linksback hebt die van nature kan spelen. Nu hebben we vaak jongens die wel eens erg gespeeld hebben, maar van nature ergens anders spelen. Ja, het is aan de club. Dus eigenlijk bij John, ik hoop dat er iemand zou kunnen komen. Ja, we zijn natuurlijk ook bepaalde financiële middelen. Ja. Dus daar hangt ook veel van af. Afvalai dan nog? Was er eerst niet klaar voor? Waren de geluiden? Hoe staat hij erop in jouw ogen? Ja, hij heeft alles meegedaan. Ja. Alle training heeft hij gevolgd, dus ik denk dat hij fysiek fit is. En dat geeft hij zelf ook aan. Klaar voor een basisplek ook? Al? Nou ja, kijk, als je alle trainingen mee hebt gedaan, dan is het in mijn ogen is je klaar voor een basisplek. Of ja. Dat gaat gebeuren, ja, dat weet morgen iedereen. Precies. Thomas, die was heel goed voor de winter voor de verdediging. Kijk, in de opbouw en dergelijke, hoe zie jij hem? Meer naar voren geschoven op dezelfde positie? Nou ja, het is gewoon een dynamische middenvelder die door zijn manier van spelen veel voor diepgang zorgt. Ja, kan zowel controleur spelen als aanvallende middenvelder. Ik denk zelfs nog op de flank. Ja. Voor mij is het belangrijkste wat hij zichzelf het prettigste voelt. En dat is? Als je met hem speelt, weet je. Oh, gewoon op middenveld. Het typeert hem ook een beetje. Het is niet te zeggen van ja, ik wil per se daar. Dankjewel Robin. Thijs Smeenk, ANP. Het ging tijdens de jaarreceptie ook nog even over het ontslag van Bommel natuurlijk afgelopen week. En Gerbrand gaf aan hoe pijnlijk het wel was geweest om dat besluit te nemen. Heb jij nog contact met hem of met de mensen van de oude technische staf? Hoe gaat dat? Nee, goed. Natuurlijk, kijk, als oud-spelers, oud-collega's en dan mensen waar je mee bevriend bent, helaas club moeten verlaten. Ja, we hebben iets met elkaar niet goed gedaan natuurlijk. En is nooit prettig, is niet goed voor de betrokkenen, niet goed voor de club, voor niemand niet. Dingen lopen zoals ze lopen. Zeker bij dit elftal, als je geen resultaten komen, dan weet je hoe de optelsom is. En dan gaan dingen in één keer heel erg snel en moet je in alle eil dingen gaan oplossen. Ja goed, ik denk dat we daar allemaal professioneel mee om kunnen gaan. Reon, je hebt nog een ingeving, begreep ik? Ja. Ja? Zet hem op. In Qatar hadden jullie besloten om Gaston Pereiro vanwege een mogelijke transfer even uit de wedstrijden te halen. Nou, hij is er nog steeds. Maar hoe is die situatie nu? Kan hij spelen of houden jullie hem nog steeds even aan de kant? We houden nog steeds aan de kant. Oké. Okay. Tot het einde van de transfer hebben we. Oké. Sowieso tot en met de 31ste? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Duidelijk. Ja, Maarten, jij mag zeker ook nog. Ja, nou ja, even nog, even dat ik het goed begrijp. Om even het begin terug te komen. Jij zei dus dat einde van trainingskamp is Jeroen Zoet naar jou toegekomen. Omdat hij toch eigenlijk
iets meer wilde weten hoe het ervoor stond. En jij zei, hè, eigenlijk staat het er zo voor dat ik dat Lars een klein streepje voor heeft. Maar het is nog niet definitief beslist. En daarop heeft hij vervolgens zijn beslissing gemaakt om eigenlijk voor meer zekerheid te gaan om elke week te spelen. Dat is eigenlijk de conclusie. Ik deelde mijn verwachtingen zoals ik... Precies. Maar zekerheid kan ik natuurlijk niet geven. Ja. En daaruit heeft hij een volgende keuze gemaakt. Precies, nee, maar dan is het helder. Ja. Oké. Dankjewel allemaal. Tot de volgende. Ja, oké. Okay. Sommige windows duren wel tot eind februari, hè? En... Zijn? Sommige windows duren wel tot eind februari. Dat is een lange tijd. Dat is een verstandige speler. Ik denk dat hij verstandige keuze maakt. Sommige maakt er altijd open. Ja? Transfermarkt, ja. Sommige zijn er altijd open. Rusland kun je in. Nou, dat is succes. 1 januari neem ik aan de Wat zei ik? Februari. Ja, zijn einde transferperiode.